Ik ga hem denk ik tussen mijn knieën doen. Dat ja, dan kan ik wel gewoon los met mijn hand praten. Want ik praat dan met mijn handen en dan zie je zo die telefoon zwieren. Zo. Hallo! Wat? 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 Wat je wordt? Hoi! Vandaag een video. De video die gaat over het mbo naar het hbo. Dus laten we gaan kijken. Ik ben Evelina. Ik ben nu in het tweede jaar van hbo verpleegkunde begonnen. En heb daarmee de overstap gemaakt van mbo verpleegkunde naar hbo verpleegkunde. Ik heb overstap gemaakt van mbo naar hbo omdat ik door wilde leren natuurlijk. Ik wilde een hoger niveau gaan doen. Ja, ik kom zelf van 4 havo ben ik gestopt. Ben ik naar het mbo gegaan. Dus havo was al een beetje mijn achtergrond. Dus sowieso wilde ik dan wel weer hbo doen. Mm-hmm. Dat toch iets meer te kunnen. En eigenlijk ook omdat je bij mij in de sector, ik doe dan natuurlijk verpleegkunde. Er wordt gewoon steeds meer gevraagd. Hoger opgeleide mensen worden steeds meer gevraagd. En hebben ze jou daar eerder van voorbereid vanuit mbo, Nee, vanuit mbo werd ik eigenlijk niet voorbereid op die overstap. Het was natuurlijk wel een optie. Het werd wel gezegd van je kan natuurlijk doorleren of specialiseren bijvoorbeeld. Welke struggles heb je in het begin gehad? Nou, sowieso met het allemaal zelf uitzoeken van hoe maak ik die overstap. In het geval van de hbo verpleegkunde was er de mogelijkheid dat ik het eerste jaar oversla. Dus de propeduis over kon slaan. Dus dat was best wel veel gedoe eigenlijk om te merken van maar hoe ga ik dat allemaal regelen? En wat moet ik bewijzen? En wat ik vooral merkte in het begin echt na die overstap, dus echt in de eerste weken, dat je echt in het diepe wordt gegooid. Er is niet een apart klasje met mensen die overstap hebben gemaakt. In elk geval niet bij mij was dat het geval. En je komt inderdaad en allemaal in een tweede jaar terecht. Met allemaal mensen die of elkaar al kennen. Of dezelfde leeftijd hebben. Inderdaad 1 jaar ervaring hebben. En daar kom ik dan binnen met meer praktijkervaring, maar met helemaal geen idee van wat het hbo is. Maar was het dan wel dat de hulp werd aangeboden en dat je er echt naar moest schrijven? En dat het bij mbo misschien al aangeboden werd? Ja, ik denk dat ze op mbo, als je inderdaad in zo'n speciale situatie zat bijvoorbeeld, dan wordt daar veel eerder op gelet. Je hebt veel meer dat je met je docent in gesprek bent. Je ziet eigenlijk, je hebt bijvoorbeeld een mentor net als op de middelbare school. En die zie je eigenlijk gewoon elke week. Mm-hmm. Daar heb je veel lessen ook van. Dus dat contact is veel vaker. En op het hbo, ik wist niet van bij wie kan ik wat vragen. Nee. Ik heb een studieloopbaanbegeleider. Wat doet die eigenlijk? Je bent veel meer op jezelf van als jij begeleiding wil of als je ergens tegenaan loopt, ga zelf maar uitzoeken hoe je dat krijgt. Dat merkte ik vooral in het begin. Yeah. Ja. Nou, in het algemeen is echt wel een groot verschil tussen mbo en hbo. Dat je op het mbo veel natuurlijk praktijkgerichter bent. Ze leiden je echt daarop voor het beroep wat je gaat uitoefenen. Dus echt vanaf het eerste jaar, in mijn geval, liep ik stage. Moest ik meteen dingen die ik had geleerd toepassen. En dat is in hbo natuurlijk ook wel zo. Maar daar leer je eigenlijk veel meer nog theoretisch. Van dit is het vak, dit hoort er allemaal bij. En die koppeling van het toepassen is er veel minder. En bevalt het dan dat je juist heel veel meer extra informatie krijgt die je misschien nu nog niet nodig hebt? Nou, ik vind extra informatie wel heel nuttig. Omdat ik merk dat echt het verschil nu wordt. Dat je dus veel dieper op dingen ingaat. Ja. Cliché dat ook klinkt. Ja, je gaat echt dieper in op de stof. Meer kennis over verschillende situaties. En het is minder gericht op het directe toepassen, En meer van het analyseren en even bekijken. En wat weet ik hierover? Wat kan ik hiermee? Het is gewoon een andere manier van benaderen. En dat is wel heel fijn. Heb je ook niet dat je in je stage dingen bent tegengekomen waarvan je nu pas denkt, oh, zo zat dat of zo? Ja. Of niet? Ja, wel. Bijvoorbeeld qua toetsen, is daar een verschil in? Ja, op het mbo waren de toetsen minder. Wat er getoetst werd, werd vaak gewoon gebundeld van een periode. Van, je had dan 2 vakken bijvoorbeeld gehad en die werden samen in 1 multiple choice toets bijvoorbeeld gedaan. En hier heb je natuurlijk echt gewoon tentamens op het hbo en is het echt per vak toets je dingen af. Dus je hebt natuurlijk met studiepunten te maken nu. Maar dat ik weet ook een verschil op zich, klopt. Trouwens. Ja, echt inderdaad het idee van studiepunt is inderdaad echt wel een verschil. Want dat heb je helemaal niet op het mbo. Nee. Daar weet je gewoon van, ik moet gewoon aan dit allemaal moet ik gewoon doen. En prima, je krijgt cijfers. En je weet of je het jaar behaald hebt, ja of nee. Is er nog verschil in studenten misschien ook nog wel? Ja, dat vind ik ook wel heel erg leuk. Ik heb dan wel heel erg ervaren dat op het mbo mensen heel erg bezig zijn met, ik ga straks werken. Dus dat je eigenlijk helemaal niet zo het idee hebt van, we zijn gezellig met studenten onder elkaar. En nu ik op het hbo zit, merk ik echt van, er is een studentenleven. Wat is dat? Precies. Op het mbo, je zit natuurlijk op een ROC en dat is vrij
nou ja, het is regionaal. Yeah. Dus ik kom met allemaal mensen uit dezelfde buurt eigenlijk. Yeah. Dat ik nu in Amsterdam zit, merk ik van ja, er komen inderdaad ook mensen die bij mij in de buurt wonen, maar ook mensen uit stad Amsterdam zelf, heel ergens anders vandaan. Mm-hmm. En ja, dat maakt het gewoon veel leuker. Ik kom met veel meer verschillende mensen en hun achtergrond in aanraking. Welke studenten zijn nou geschikt om van het mbo naar het hbo te gaan? Ik denk dat je moet inzien dat je echt dat er veel meer van je gevraagd wordt van je zelfstandigheid. Op het mbo heb je continu de kans om weer extra begeleiding te vragen. En hier wordt er op een gegeven moment gewoon echt verwacht dat je dingen gewoon zelf aanpakt en zelf doet. Dus ik denk dat je gewoon echt wel een proactieve instelling moet hebben. Yeah. En echt ook ervoor wil gaan. Ja, yeah. Om het geslaagd te maken moet je er echt wel voor werken. Nou, dat was het hem denk ik wel, hè? Was het? Ja, dat was hem. Oké, nou dat was hem. Doei. Bedankt. No probleem. Bye. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Misschien ga je nu zelf ook wel van mbo naar hbo. Of heb je nu bedacht, nou, misschien toch niks voor mij. En dan zie ik jullie graag weer volgende keer terug met een nieuwe video. Doei!